Ah, hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. We vlammen erop vandaag, jazeker, want 27 mei zijn we bij HBM te Moordrecht natuurlijk, hè. Dat wordt gezellig. Samen met nog een boel andere YouTubers en ook nog een aantal klanten van HBM die gewoon toffe dingen hebben gemaakt ook. Gaan we er allemaal demonstreren, tenminste, dat hopen we dan. Maar voor het zover is, hebben we nog een beetje werk te doen. Rupsbanden die fascineren mij altijd, hè. Wat ook mooi is, zijn pootjes. De Mechanical Walker. Ja, en hier ligt die. Het ziet er nou een beetje nog uit als een platgetrapt beest, zo met die pootjes allemaal opzij. Maar daar moet vandaag verandering in komen, want we gaan volop verder. Ik heb ondertussen assenstaal binnengekregen, dus we kunnen die assen erin gaan maken in het frame. We gaan even kijken of we die naven ook kunnen maken hiervoor. Dus dan kunnen we straks de pootjes eraan gaan zetten ook. Dat wordt nog best wel even een klusje. Dus laten we niet te veel kletsen en het gaan maken. Ik ga even verder de pootjes aflassen nog. En dan is dat ook weer klaar. En ik ga ondertussen daar wat assen zagen. As van 20. La 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 la. Ja man, ik ben een zagenvent, hè. Quality check. 4-12. Great success. Ik kan het hier ook gewoon nog even van maken. Hier, dat is gewoon lang genoeg. Oh, daar moeten we echt een snipje van afhalen. Oké, even checken. Dat is echt geil. Daar moeten we gewoon die trips gelijk op gaan zetten dadelijk. Maar voor wij verder gaan, gaan we gelijk die andere asjes ook zagen trouwens. 163, laten we dat ook doen. Zo. Even de aanslag afstellen. Jawel, jawel, voor die as hebben we 10 stukjes van 163 nodig. Dus deze er nou in, die kunnen we gelijk afzagen. Zegt hij gewoon, hè, die Tom. Ik kan gewoon alles. Echt. Mooi hoor. Oké. Wat gaan we doen? We gaan die assen, daar gaan we groefjes in steken voor de zegeringen. Yes. Die zorgen namelijk dat de lagers op de plek blijven en de pootjes er niet afvallen. Ja, beetje onderhoud eventjes. Deze losse kop ging zo verschrikkelijk zwaar. Even een beetje nieuw vet erop. Multi-purpose spray, een beetje oppoetsen. En dan een keer het nieuwe invet. Op de troep komt eruit, hè. Er komt allemaal vuiligheid zit er dan tussen ook. Spaar niet lekker. Die is 42, ja. Oh, dat is fijn. Kijk.
Dat is goed. Ja, of moeten we dan eerst die busjes hebben? Voor het veiligen. Ja, dat is dan. Want eigenlijk moeten we eerst die. Ja, want je hebt best kans als je hem nou gaat aflassen dat je straks de buisje er weer niet meer in krijgt. Ja, dat allemaal zo. Dan maken we eerst die busjes. Laten we dat doen. Kan jij een boor 15 zoeken dan? Dan ga ik hem. Dan draai ik hem dadelijk uit. Dan hoor ik hem uit op de draaibank. En dan maken we die proppen. We gaan hier dus die buisjes in maken. Die Tom net gezaagd heeft. Daar komen de lagers in. Dan gaan we een soort van kamertje uitdraaien aan allebei de kanten waar dan het lager in past. Dat hij niet te ver naar binnen gaat. Ja, als we dat hier in gaan lassen, dan gaan die bussen natuurlijk vervormen. Dat willen we niet, want dan komen onze lagers klem te zitten misschien wel. Daarom gaan we even een paar proppen draaien die we erin kunnen drukken op het moment dat we hem lassen. En dan laten we hem afkoelen met die proppen erin. En dan, ja, dan denk ik dat hij eigenlijk niet heel veel kan vervormen. Hebben ze. Perfect, ik fix dat. Olie bijvullen, want we moeten nog een boel draaien. Ja, het punt is, de buisjes. Deze. Ik had eigenlijk een buis besteld met een grotere wanddikte. Want dit moeten we uitdraaien natuurlijk, daar komen die lagers in. En we willen eigenlijk een kraagje hebben waar de lager tegenaan ligt, zodat hij niet erin kan kruipen. Maar daar zat echt een ultra levertijd op. En dan is natuurlijk Toolfest al voorbij. Dus daar hebben we niks aan. Dus ja, dan moeten we het doen met materiaal wat we hebben. Wat we nu dus gaan doen, we gaan in die buisjes gaan we overal gewoon drie lasjes inleggen. Dat is dit. En dan voorkomen we dat de lager naar binnen gaat. Zo doen we dat. Het is, ja, het is niet ideaal. Het is ook wel extra werk. Maar ja, we moeten gewoon die dingen hebben. Dus ja, dan moeten we het maar gewoon doen met materiaal wat we dan wel hebben. Deze kan er wel in. Maar kijk, hey, kijk eens. Hey, die is goed. Perfect zo. Zie je dat? Ja, gewoon midden op dat lijntje dan. Ja, dat is mooi, mooi op zijn maaltje. Plek gelast. Ik denk dat we misschien eerst even één in elkaar moeten zetten. Maar dan kunnen we, laten we dat even. Nou, ze passen er wel een beetje losjes in nou. Maar op zich is dat niet zo erg, denk ik. Valt dan mee deze hoor. Maar... Ja, we kunnen eventueel nog centerpuntjes erop slaan. En ondertussen word ik weer al eens gebeld. Kijk, we gaan deze erin doen. Die aluminium busjes die hebben we gedraaid. Tenminste, die waren trouwens al de maat. Die hebben alleen een gat erin geboord. Maar die stoppen dan zo erin. Ja, aan deze kant kan die nog niet. Dan moet ik uitdraaien. Dan lassen we hem. Dan krimpt die buis een beetje. En dan laten we hem afkoelen met deze proppen erin. En dan bonken we deze eruit. Dan hoop ik dat ze lang genoeg meegaan. Want ik denk dat die wel redelijk snel verslijten. Maar als hij nou goed blijkt te werken, kun je ook een stalen maken. En dan denk ik dat die lagers nog wel prima gaan passen. Dus laten we er gewoon even een prototypetje maken. Ik denk toch lijmklem. Ja, dat kan ook. Lijmklemmetje eromheen zetten. Dan blijft het altijd goed. Ja, het kan toch niet dat hij zo heftig gaat vervormen dat hij dan... dat er het lager niet in kan. Hij is nou toch gewoon opgespannen als het ware. Nou ja, we gaan het proberen. We zien het dadelijk. Ik ga deze nog even draaien. We gaan hem denk ik iets strakker draaien dan die. Die zit al een beetje erg aan de losse kant. Ik wil natuurlijk niet dat het lager, dat de buitenring van het lager gaat draaien in de bus. Hij moet natuurlijk wel op de binnen- en de buitenring gaan draaien, op de kogeltjes. Anders vreet je hem alsnog uit. Goed! Dat is makkelijk. En dit gaat best wel snel. Ik hoef ze tussendoor ook niet te meten. Ik heb de buiten gewoon ingesteld op de juiste maat. Ik heb hier een aanslag. Het enige wat ik even moet doen is als ik het buisje erin zet, dat ik hem even gelijk met de klauwplaat zet zo. Dat hij er tegenaan zit. Ja, dan is het gewoon een kwestie van hoeft eigenlijk niet eens te kijken. Heel rustig draaien. En ook natuurlijk omdat hij niet constant verspaat. En normaal als hij buiten door het materiaal snijdt, dan is hij, wordt hij eigenlijk heel mooi gelijkmatig belast. Dat is eigenlijk constante belasting, want hij is de hele tijd een homogeen materiaal aan het verspanen. Maar ja, als hier die lasjes er voorbij komen, ja, dat is natuurlijk gewoon bonk, 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 bonk. Dat is iets minder lekker. Ja, dat is wel perfect zo, kijk. Volgens mij best wel aardig.
We gaan het even checken. Hoeveel moet jij eigenlijk uitsteken? Halve... Vijf toch? 5 mm hè? Maar dan ga jij hem douwen trekken en dan is het niet meer, dan klopt niet meer. 4 punt, ik zag iets met 4 punt ook wel vandaag. Ja, hey, dit is gewoon goed toch? Hey, ik zei het hè. Nou, perfect dan. Nou, dan heb je deze niet nodig. Nee, joh. Deze is ook fertig. Mooi. Heb je dadelijk nog van die... Nou, we las eerst deze maar af. Dan gaan we even kijken of ons experimentje werkt. Ja. Nou, deze heb ik zo gedaan. Ik heb gewoon zo een lasje gedaan. Brrr, daar. Brrr, en dan zo. Ja. Gewoon zit. Hij is afgekoeld. Nou, laten we kijken of dat onze propjes eruit willen nou. Die zullen wel een beetje vastzitten misschien. Ja, dat was te denken. Eens even kijken. Komt hij al. Kijken. Oh, en deze kunnen we nou meteen mooi rechteruit bonken. Misschien is het nog bijna beter om ze rondom af te lassen. Dan krimpen ze in zijn geheel. Nu zijn ze een beetje ovaal. Oh, nee. Maar heel vast zit hij nu niet in. Hier, draait gewoon soepeltjes. Niks aan de hand. Zo. Oké. Okay. Oké. Ik vond dat die lagers toch een beetje vervormen hoor. Dan moeten we eigenlijk nog iets hebben wat strakker past nog tijdens het lassen. Dan zijn onze aluminium proppen eigenlijk te ruim. Met een beetje moeite. Wat er nou gebeurd is omdat wij hem hier gelast hebben, daar en daar, trekt hij hem eigenlijk zo, trekt hij zo aan die bus, ja. Trekt hij hem zo ovaal. Ja. Dus we moeten eigenlijk hier alvast even een klein lasje bovenin leggen, al is het maar even een klein hechtje. En dan daar gewoon weer hechtjes daar rondom. Sterker nog, ik denk als ik nou hier nog een las zet, denk ik dat we er al, dat we er misschien al wel zijn zelfs. Deze doet het eigenlijk best goed trouwens. Die andere is gewoon niet zo jovel. Hier. Kijk hier dan. Ja, leg hem er zo in nou. Ja, dat komt gewoon. Hij was gewoon dat we eigenlijk het buisje hier hadden gelast en hier. En die lassen die krimpen en dan trekken ze hem ovaal. Maar... Nou heb ik daar weer gewoon lasjes gelegd en nou zit hij nou gewoon weer rond. Maar nou is hij zelf zo dat hij... Ja, hier, kijk hier. En het lager dan is iets breder, hè? Of ja, iets. Klein. Niet veel, ja. Hij is nou heel heet nog, hè? Oh. Die valt er ook los in. Hier. Oh ja? Oh, beter. Maar dat is op zich niet zo heel erg. Daar slaan we een paar centerpunten in. Hé, hey, maar dit komt wel goed, joh. Dit gaat wel lukken. We gaan ze gewoon op deze manier gaan we ze gewoon allemaal doen. Dit zijn, dat zijn die krukasjes. Oh, ja. Verschillende smaken. Ja, komt ook zo'nzelfde beurs in. Kijk, we hebben er twee van zulke nodig. Met twee van die gesneden gevallen. Dan hebben we er zes nodig met twee tandwielen erop. En dan hebben we er twee nodig met één tandwiel en één zo'n gesneden ding. Ja. Hop. Draaien hier. Deze zijn klaar. We gaan er hier al een beetje afgekoeld bij. Ja, de eerste. Ja, deze die kan. Mooi. Yeah.
lage bussen production facility. Ja, kijk, die buisjes die zijn alleen nog maar gezaagd. Dan draai ik ze eerst een keer uit. Dan gaan ze naar ton. Dan worden ze gelast. Komen ze hier terug, draai ik ze nog een keer uit. En dan zijn ze klaar. Gaat snel, jongen. Hop. Nou, dat is toch gewoon geweldig, dit. Hup! Hey! Hey! Woehoe! Nou, dit is gewoon 100 punten, hoor. Hier. Het is niet helemaal de officiële manier om lagers te monteren, zo natuurlijk. Eigenlijk wil je die verspanende bewerkingen altijd naar de rand toe, natuurlijk. Eerst lassen en dan bewerken en dan is het helemaal perfect, natuurlijk. Maar ja, perfect is natuurlijk relatief, hè. Wanneer is het perfect? Als het vooral heel veel tijd en heel veel verschillende gereedschappen kost. En dat je dan helemaal alles volgens de regeltjes hebt. Of als je het gewoon in elkaar gebuffeld hebt. Op een simpele manier. Met gewoon de dingen die je hebt. Hè? Hots. Hey, perfect. Zie dit. Dat is eigenlijk gewoon te goed gelukt. Dat is gewoon iets te ruim. Te goed gelukt. Ja, dat maakt niet uit. Dat fixen we even met een centerpuntje dadelijk. Kom maar goed. Zit daar gewoon vast, let maar op. Ja, hier, deze zitten gewoon. De passing is gewoon nog hetzelfde als van tevoren. Niet te makkelijk worden, kom op. Nee, die zit, hij zit net een soort van vast, maar niet heel erg. Deze is eigenlijk. Nou, dat zou ik bijna omschrijven als een zuiver schuivende passing. Maar dat lossen we wel op. Hij zit nu nog los. En dadelijk niet meer. Bots. Zo, very nice. Mooi. Dan voorkomen we dat de lager gaat ronddraaien in de bus. Zes punten.
pootjes klaar. Ja, het heeft wel wat meer werk gekost nou, omdat we die, al die bussen natuurlijk ja, moesten oplassen, omdat ze anders te groot waren. Maar goed, dat is nou klaar. Die andere liggen daar, dat zijn voor de naafjes ook. Dus dadelijk eventjes doorbakken en dan kijken dat we die, al die pootjes af kunnen hebben. Kun je misschien een stuk van de frame nog opbouwen. Ja, dat is denk ik nog een bouwpakket. Ja, tekeningen liggen hier, hè, dus... Het zijn er nogal wat. Ook nog 10 van die krukken maken. Maar als we daar even een handige opspanning voor verzinnen, dan gaat dat snel, denk ik, hoor. Oké, even een bakje koffie. En de teken bij Luca eraan trekken. Hey, Luxie. Oh, heb jij een schoonheidsknobbeltje? Zo, die is zo dik, die valt er bijna af. We moeten hem wel kapot maken natuurlijk, want anders dan gaat hij eitjes leggen. Kom, Luca. Oh, vindt ze maar niks dit, hoor. Ga zitten. Ja, dat is braaf. Hier dan. Oh. Ja, je moet even stil blijven zitten, geit. Gewoon hier. Gewoon kop eens even stil. Zo, hij past niet eens meer in de tang, joh, zo dik is hij. Ja, kom nou eens hier. Kom. Zak, heb eens. Ja, ja, Luca. Goed zo. Dat is braaf, hè. Oh, jij een goeie hondje, hè. Even kijken of we de kop ook hebben. Ja, kijk maar, we hebben de kop. Zie je, hij leeft nog. Oh, ja. Ja, dat is goed. Oh, zie hoe dik dat hij is. Die teek, die baalt. Zal ik hem aan de kippen geven? Die vreet hem wel op. Ik weet niet, zit er allemaal bloed in en zo, hè. Misschien is het ook wel slecht, die kip, denk ik. Ja, zijn kop zit er wel aan, hier. Dan, vuil rotting. Oh, zie je het dan? Vuile parasieten dat zijn, hè? Nou, trap niet. Trap dom. Hier. Hij is lekker bloed. Pets. Ja, vuil rotdingen zijn het. Ja, hij is goed. Joksie, kijk eens daar. Daar. Verdomme, dat is voor mij. Ja, dat is maar niks. Moet ik dan net niet zeggen dat ze er makkelijk uitkomen, want dan komt het er niet zo makkelijk meer uit. Plop. Hebbes. Je had jezelf gejinxed. Bam, boom, knal. Oh. Ja hoor. Yeah. Nou is het hoger. En nou is het lager! Ja hoor. Dat is echt perfect. Ze zitten mooi vast, maar niet te vast. Zo. Dat zou goed moeten zijn. We kunnen daar even een mooi schuin kantje aan maken. Nou, ik eerst deze dan. Water.
Alle pootjes klaar. Goed werk. Ik moet alleen die asjes erboven erin doen. Ik heb net even een onder de tafelboormachine zo met boor 15 door de gat. Dat ging perfect. Dus dat komt wel goed. Dus morgen even die asjes even draaien, lengte bepalen ervan. Dan hebben we dat zo in elkaar. Ja. Dan kunnen we die krukken gaan maken die hier aan moeten komen. Daar ligt eigenlijk alles klaar voor. Hier liggen die asjes. Ja, die busjes die staan ook klaar. Die snijdeel zijn klaar, die tandwielen zijn klaar. Dus dat is gewoon morgen in elkaar puzzelen. Dat gaat best wel snel. Dan ziet het dan uit dat morgen op zijn pootjes kunnen zetten, denk ik. Zeker. Ja, dan is eigenlijk het enige openstaande punt waar we nog even moeten uitwerken is de versnellingsbakje, wat dan hierop komt. Ik weet niet of ik dit al heb laten zien, maar dit heb ik ondertussen ook allemaal al gezaagd en klaargelegd. Kijk, die strips, deze voor de onderkant, dan wordt dit eigenlijk een soort van U-profiel. Dat wordt een sterk framepje. Very nice. Maar nu is het tijd om af te sluiten, denk ik. Ja. Ja, toch? Ja. Het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest, we gaan het afsluiten. Tom, bedankt voor je assistentie. Zeker, graag gedaan. Lekker dan. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En niet vergeten, als je nog dikke kortingen wil hebben bij HBM, check dan vooral even de link in de omschrijving. Jazeker, er zijn een heleboel artikelen doorlopend in de korting. En als er een ding is uitverkocht, komt er gewoon weer een nieuw ding voor in de plek. Dus zeker interessant. Ik zou even kijken. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Houdoe.